Ja, beste kijkers van Lopen TV, de vakantie is weer voorbij. Het wordt maar weer tijd dat we op stap gingen, maar ja, in gesprek met. We zijn ook bij een man gekomen, ja, dat is wel een beetje een apart verhaal, moet ik zeggen. Zijn naam is André Klompenmaker. André, ik denk dat we hem opzoeken, maar het is toch wel iets aan pas. Ik ben een sportman in het begin, André Klompenmaker. En André Klompenmaker begint zo in de bouw. Dat was eigenlijk uw vorige functie. Hoe ben je zo in de rol? Ja, hoe ben je zo in de rol? Dat gebeurt, je komt wat tegen en dan denk je van, oh, dat liep me wel wat. En dan, maar ja, en dan poos je me bezig en dan kom je erachter, het liep me toch niet. Nou, en dan ga je weer op zoek naar wat anders en ja, nu zit ik hier en... Ben je zo van de LTS af bij terecht te komen in de bouw? Nee, ik heb ook nog MTS gedaan. Oh, wat een hoger. Dat was mooi makkelijk met sporten. Ja. He, dan was ik niet zo moe als je thuis kwam naar school. Nee. En, maar leren was ook niet wat voor mij. Dus ik denk me maar aan het werk. Nou ja, maar goed. Ik denk dat ik moet zien dat ik iets ga doen wat ik mooi vind. En dat ik smaak niet gevoel heb dat ik om je werk ga, maar dan moet ik wel anders gaan doen. Ja. Nou, dus hoe ben ik hier in de winkel terecht te komen. En ik vind het gewoon machtig mooi met mensen om me gaan. Ja, voordat je kwam, begon je eigenlijk, want ja, het is wel een oorzaak had, dat je hier gekomen bent, want je bent in de bouw terecht gekomen, maar je bent ook een sportman geworden, hè? Ja, dan heb ik van huis natuurlijk wel met die meegekregen. Mijn vader, die meende ook dat hij daar en daar op de fietsen moest zitten. Dus ik denk, dat zou wel zo kunnen, dan moet ik dat ook maar doen, hè? Ja. En toen kwam Schielen op, ja, en dat vond ik helemaal geweldig. En dan, ja, dan... En door de weken trainen en dan zouden zij die wedstrijden. Ja, er stond toen met Dries van Wie en zo 10.000 man langs de kant. En die meesten waren helemaal gek. En jij zelf was niet dan ook zo helemaal gek. Ik denk zo mee. Oh, wat machtig mooi. Ja, en je bent een stapvader gewoon, die zat nog op natuurisch. Want schaatsen pakken die ook even op. Ja, op een gegeven moment ik kon helemaal niet schaatsen. Ja, toen skielen ging best wel goed. Ik denk dan moet ik dat toch ook maar eens gaan proberen. En nou ja, dat ging eigenlijk ook best wel goed. Natuurlijk nooit zo goed als René of je maten, maar oh, ik kon toch meedoen. En ja, vooral natuur is natuurlijk, dat is helemaal en wind en sneeuw en wonken, vorst, kelder. Ja, prachtig was dat. Hoe oud was je zo'n beetje dat je in die sport verzeld raakt? Oh, ik heb eerst voor de voetbal, maar toen echt serieus, was ik 14. Dus dan vooral skielende waren en daarna wielrennen. En ik was pas 23 toen ik ging schaatsen. Ja, dat was misschien wel wat later, maar ja, goed, ik heb toch een mooie jaren meemaakt. Ja, hij heeft er een aantal prominenten in zitten die zegt, die schiet bij mij wel boomuit. Mooi flinke ting staat mijn hand. Ja, ik had natuurlijk met skielen heb ik natuurlijk het meeste gewonnen. En dat was toch altijd wel René en Erik Hulsebos. En Mjeng Baas hier, Henk Schraar, dat waren wel de jongens waar ik natuurlijk meestal tegen op moest boksen. Ja, ja. En die hadden vaak een hele ploeg achter zich zo en ik moest alleen doen. Maar ja, ik was vroeg tegen wie toen om in de ploeg te zitten, dus had ik mijn beter zo. Tegen niet veel in de weken? Ah, ik had natuurlijk wat andere dingen die ik moest doen. Een beetje schoelen en dan nog wat werken. Ja. En de rest zat heel lang aan trainen. Dus ja, 40 uur trainen was ook niks bijzonders. Nee. Het was gewoon echt hele dagen trainen. Ja, ja, ik weet ook nog, ik kan me nog herinneren in eerder, dus ik had die meer aan die triathlon gebeuren. Ja. Dat was ook heel mooi, hè? Ja, dat was echt iets wat voor mij. Ik vond gewoon echt, gewoon bekkend te rijden aan. En, het is gewoon machtig schoon, maar ja. Dat gaf wel een hele voldoening. En het lag me ook gewoon, die combinatie van, ik kon met lopen, ik kon gewoon met de beste en toen de tijd mee. En ja, fietsen denk ik ook van niemand onder. Dus dat is machtig mooi. Ben je ook door de sport een beetje gezellig uit waar je nu in zit? Door de sport? Ja, natuurlijk. Ik heb natuurlijk door de sport ken ik Henk Schraar, de eigenaar hier. En op een gegeven moment weet hij van, nou ja, er is een functie. En dan denk je van, ik probeer het een jaar en dan zie ik wel weer. Voorlopig geloof ik er nog steeds. Dus, maar ik vind vooral het mooie, zien de sport, natuurlijk, dat trekt me. Hè, maar gewoon dat mensen helpen, dat is een leuk product. Dat ze tevreden naar huis gaan, dat ze er plezier van hebben. Ja. Zo wil ik mijn werk doen. En dat is gewoon machtig mooi hè, dat hier dan zo kunnen. Maar is een opdracht hier dan, waar je hier uit moet oefenen? Wat ik hier doe? Ja, de verkoop. Of... Oh ja, ik doe verkoop, maar ik doe ook alle inkoop. Ik doe de internet, ik doe een stukje personeelsbeleid.
Dat is eigenlijk best wel heel veel, hè? Ja, als je noemt dat bedrijfsleider, maar ja, goed, ja. Dus ja, ik kan me hier geen minuut leren. Maar er komt ook wel hele bekende Nederlands dingen en ook wel in buitenland, want ik denk dat dit wel toch internationaal bekend is. Ja, we doen heel veel zaken met Japan, China ietsjes, maar vooral Japan, maar ook Noorwegen, Canada wel. En ja, Nederland, oh, heel Nederland natuurlijk. En ja, de toppers, Ronald, Michel Mulder, nou, Erwin Wendewas kwam hier altijd, Ingmar Berga, Roy Boeven, Gerard van Velden. Ja, bij allemaal jongens die regelmatig over de vloeren komen. Ja, 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 ja. Die jongens kun je ook wat van leren weer, hè. En dat is mooi, dan zo samen, dan hij dan weer wat nieuws ontdekken of wat nieuws uitproberen in het werk. We hebben natuurlijk Jan Maarten werk hier ook, helemaal. Ja. Ja, dat is ook zo'n Willy Wortel, die wil alles nieuws en alles weer iets anders. En dan soms lukt het even niet en soms wel. Ja, zo ben je heel goed bezig. Zie je, waar je door mee leren, daar kun je bij de gewone man kun je dat aan toepassen. En die heeft er ook weer zijn voordeel van. Ja, dus ja, dat is gewoon, dat is mooi. En is dat alleen op het gebied van schaatsen of ook met fietsen? Nou, dat is op het gebied van schaatsen en skielen zo. En nu vorig jaar hebben we hier in de panden komen, daar ook helemaal echt fietsen erbij. Echt topmarkt erbij. En op fietsen willen we dat ook gewoon zo. Dus we gaan niet voor de gekochte fietsen dingen, huppakee eruit. Nee, we willen fietsplezier verkopen. De mensen, als ze hier een fiets kopen, ze de deur uit gaan. En dan moeten ze s'avonds op de banken gaan zitten en dan moeten ze helemaal dat joepie gevoel hebben. Nu heb ik wat goed zeker. Wat ik nu gedaan heb, door heb ik plezier van. Ja, en dan geniet wie ook. En als dan ook nog iets verdiend wordt. Hoeveel man moet je dat voor elkaar opboksen, dat je toch de naam houdt? Ja, nou ja, goed. Dat probeert je natuurlijk het personeel dus goed mogelijk te onderwijzen. We hebben hier ook vrij goed personeel lopen en ook op fietsgebied. We hebben Henry Ruttenberg dat hier de reparaties. Iemand die al, ik geloof dat 20 jaar fietsenmaker is. En maar die ook dus weet wat het is om een wedstrijd te fietsen, noem maar een fiets, een wedstrijd kloren maakt one. Ja. Ja, en dat ben gewoon een ding waardoor hij, zie, dat kun je niet door een schoenjongen laten doen of zo. Nee, dat moet gewoon goed voor elkaar weten. Ja. Met tijd in een stuk worden, ook hoe mensen op een fietsen zetten worden, nou een heel speciaal meetsysteem. Dat doe ik met Jamaat en Heideman. Ik ben gewoon 2 uur bezig om iemand goed op de fietsen te zetten. Maar daar moet ook vaak blessures voorkomen of juist overlast. Door de fietsen exact de juiste zadel loopt. Ja, dat is gewoon zo belangrijk. Nou, en zo doorheen wil je gewoon een stapje verder gewoon als een normale fietsenmaker dus. Ja, ik hoor een heel andere klompmaker praten. Want toen Timmen was een heel ander verhaal. Maar nu ben je echt bezig als een professionele man. Ja, nou, het is natuurlijk, je hebt een bepaalde passie aan het voor. En hij die hier zo kunnen uitdragen. Hij de mensen hij de mee kunt nemen. En mensen door enthousiast en plezier mee kunt geven. Ja, dat is het mooiste wat er is gewoon. Bent er ook wel mensen van buiten de zaak komen die jou hebben benaderd, die zeggen André zus en zo. Heb nog een kans om nog hoger op te komen? Ja, hoe hoger hij komt, hoe dieper hij kunt vallen. Ja, ja, maar als je die kennis hebt, kun je wel een stap verder. Ach ja, nou ja. Je bent tevreden wat je hebt. Ja. Hè? Ja. Tevreden, je kunt altijd proberen tevreden te worden, maar dat lukt dan niet meer gewoon tevreden wezen. Ja. Ja. En doe je nou aan sport trouwens ook nog? Want niet dat je veel tijd voor hebt. Nee, dat klopt. Sport stond natuurlijk niet altijd op de eerste plek. Ja. En daar ben ik toch wel achter gekomen dat dat niet de bedoeling meer is. En ik heb natuurlijk mijn werk gevuld in tien zitten. Ik heb een gezin. Ik ook graag mee op pad ben. Ik heb daarnaast nog wat andere werkzaamheden met een kerkelijk werk. En als ik er daarnaast nog tijd over heb, ja, dan stap ik op de fiets of trek de skielen onder. En dan ga ik nog mijn beste doen ook. Doe je in de winter ook nog een beetje schaatsen of? Ja, mijn pa ga ik in met Aleid, mijn zoon. Ja. Dan ga ik eens op pad en dan ga ik naar Dront, nog naar Deventer. Nou ja, vorig jaar ben ik in Oostenrijk geweest. Een paar jaar geleden nog naar Canada en Finland. Dus ja, dat doe nog wel. Ik zie Aleid, dat is een vuurvreter van mij, net als paaien. Ja, alleen hij maakt één probleem, hè. Hij maakt dezelfde fouten als mij. Dus moet ik hem nog proberen af te leren. Ik ging dus wel een goede kant op. Nou, hij heeft er veel plezier in en nog heet het uiteindelijk aan. Ja. Huh? Ja. Als ik naar André Klompmaker kijk naar de carrière die achter ligt, wat ben je toekomstplan eigenlijk een beetje? Hij zegt van nou, dat wil ik nog wel eens een keer bereiken op mijn leeftijd. Oh, op sportief gebied niks meer, dat is gebeurd. Ja. Maar ja, tuurlijk, als ik meedoe aan de wedstrijd, wil ik nog altijd winnen. Ik heb van jou ook, ik heb nog meer dan het Nederlands kampioenschap skielen. Nou, waar ik ook nog weer 2 is. Nou, ik vond het ook nog wel weer mooi. Ja. Maar als de wedstrijd voorbij is, is sport nog genoeg gebeurd. Dus uiteindelijk maakt het niet helemaal niks uit wat ik word. Maar als ik aan de start sta, dan ga ik ook niet doen, ik ben mijn best. Vind je dat de schillen
wie eerder en nu hard veranderd is. Ja, echt, dat is gewoon heel hard veranderd. Het is een heel andere sport, het is echt topsport. Maar verschrikkelijk harde rekening. Je ziet ook dat ze gewoon op wereldniveau gewoon mee kunt in Nederland. Dus terwijl het wereldniveau echt, er staat gewoon 40 landen aan de start. He? Maar ja, het probleem, het gaat zo verschrikkelijk hard dat heel veel Nederlanders gewoon zelf afhaken. En door er wat minder deelname, minder publiek, ja, dat is gewoon jammer. De sport wordt op dit moment gewoon niet op waarde schat. Maar goed, volgend jaar is de kans dat ze weer Olympisch worden. En dan wordt het denk ik wel weer heel anders. Ja, wel opvallend was, ik was vaak overal met die mensen. Bij ons skielen maken zeer populair. Er kwam 10.000 man, weet je zelf, Friesland, kwam er ja. Maar op een gegeven moment kwam geld ook om de hoek in kijken. De mensen moesten entree betalen. Ries daalde toen de tien nog. Toen vulde het volk ook een beetje van dag af. Ja. Hoe was jullie oordeel als rieders daarover? Of zei van nou, daar hadden we geen oordeel over, want wie bepaalt niks. Nou, uiteindelijk bepaalde nu dat niet. Wie vond het mooi ouder kon rieden. En ja, als een organisatie er heel veel geld in steken om zo'n wedstrijd te organiseren. Als je dan probeert met een paar gulden intree te heffen, dat ja, had ik persoonlijk niet zoveel moeite mee. Hij nou voetbalwedstrijd zo gewoon mij ook betalen. Huh? Ja. Maar het is net of dat toch. Ja, je dan in een afgesloten stadion wat doet, dat wel geld mag kosten. Maar goed, de organisatie heeft vaak net zoveel werk met een stratenparcours en met wielrennen geldt hetzelfde om dat te organiseren. Ja, ja. Ja, op een of andere manier trekt dat niet. Ik weet niet wat er is. Waarom opvalt schaatsmarathons? 4.000 man, één veen, gaan we die alle atenoeien hoor. Dan zitten we misschien met 40 man door. Ja, nou maar zeg dat vorig jaar trekt dat wel weer aan. Ik heb natuurlijk een paar winters gehad en die hebben natuurlijk een vorig jaar gigantische mooie wedstrijd gehad met veel strijd met aanvallende ploegen renners met een run die voorsprong. Net als weer het team van Dries van Wien natuurlijk. En ja, dat trekt toch mensen altijd. Ze willen een strijd zien. Ik bedoel dat ze 20 man zonder strijd naar de streep toe geven voor een eindsprint. Ja, daar geeft niemand voor naartoe. Hè? Maar als ze volle bakken rieden en elkaar echt voor die overwinning knokken. Ja, dat blijft altijd mooi om te zien. Ja. Heb je nog een mens dat je zegt, nou, dat ik nog eens een keer gerealiseerd zie? Nou. Ach, nee, ik heb niet zo heel veel wensen wat dat betreft. Ik hoop dat ik nog een paar jaar een beetje lekker mag sporten. En, dat leidt er nog lang plezier van. Ik ben inmiddels nog iemand bij ons in de familie die ook. De jongere jongens beginnen bij mij ook al iets. Ach, ik hoop dat ik er nog iets van kan genieten. En dat samen met pa, wat weet je nog meer. Ja, hoe oud is André nog? André is 41. Oh, dus. Ik kan nog één. Ja, pa is 65 en het gaat ook nog volop, dus Heel goed, jongen. Fijn dat we hier mogen mee, André. Ja. En we wensen heel veel succes natuurlijk in de toekomst. Wie weet, kun je nog een keer verrassen. Je weet het maar nooit met de kloppenmakers. Want het is nooit eens het al, hè? Wie weet. Ja, dank u wel. Oké.